Egypte en de Nijl. De vraag bij deze podcast is: welke gevolgen had de komst van de irrigatielandbouw? Vanaf 4000 voor Christus gingen de bewoners van Egypte over op landbouw. Elk jaar overstroomde de Nijl en bracht dan vruchtbaar slip mee. Na de overstroming planten de Egyptenaren op de drooggevallen oevers hun gewassen, die ze dan later oogsten. Het regende bijna nooit in Egypte. Zonder het water uit de Nijl zouden de landbouwgewassen uitdrogen. De boeren groeven kanalen om ook de akkers te bevloeien die verder van de Nijl lagen. Kanalen en sloten aanleggen om de akkers te bevloeien heet irrigatielandbouw. De komst van de irrigatielandbouw had grote gevolgen. Het leidde, het leidde tot uitvindingen zoals de pottenbakkersschijf, het wiel en de ploeg. Vanaf 3000 voor Christus Ontdekten de mensen hoe je metaal brons kon maken. Daardoor werden vuurstenen en werktuigen steeds meer vervangen door bronzen werktuigen. Akkerbouw en veeteelt leverden genoeg voedsel voor de groeiende bevolking. Gevolg daarvan was dat niet iedereen nog als boer hoefde te werken. Daardoor ontstonden nieuwe beroepen, zoals houtbewerker, bronsgieter, pottenbakker en wever. De voedseloverschotten maakten handel mogelijk. Er ontstonden steden zoals Memphis en Thebe. In deze steden woonden bestuurders, priesters en handelaren. Handwerkslieden werden in opdracht van machtige en rijke Egyptenaren. Beroepen waarbij je van een grondstof een product maakt, heten nijverheid. In een landbouwsamenleving is het bezit van land en vee belangrijk. Gegevens waren daarbij van belang. Daarom werden velden en akkers opgemeten. Wiskunde werd op deze manier belangrijk. Ze hadden een manier nodig om deze gegevens te kunnen onthouden. Zo ontstond het schrift rond 3100 voor Christus. De tekens van het Egyptische schrift heten hieroglyfen. Het hieroglyfenschrift bestond uit tekeningen die elk een woord of klank uitbeelden. De uitvinding van het schrift vormde het eind van de prehistorie en het begin van de historie. Je kunt nu uitleggen. Hoe belangrijk de irrigatielandbouw was en hoe Egypte rijk werd. En je kent nu de volgende begrippen: irrigatielandbouw, handel, nijverheid en hiërogliefenschrift.